Goedemiddag of goedemorgen nog. Het is 11 uur 's ochtends en dat betekent dat het tijd is voor de vierde Leopard Lessons webinar. Ik zit hier samen met Joshua Jenster van VID. Wat is het probleem wat jullie willen tackelen? Want het is een hele makkelijk begrijpbare use case en het gaat over diploma's. En je moet je voorstellen of certificaten of iets van competenties die vastgelegd worden. En vooral nu in deze coronatijden, nu alles digitaal gaat, is er vraag naar, vooral vanuit werkgevers in dit geval, van hoe kunnen wij nou controleren of die sollicitant wel echt daadwerkelijk die diploma's en die certificaten en de competenties heeft die hij claimt te hebben op zijn cv. En wij hebben dus samen met Nijrode bijvoorbeeld, maar ook HBO Drechtsteden, dat is een HBO bij ons in de buurt, hebben wij het voor elkaar gekregen om die diploma's vast te leggen, waardoor die studenten dus een USB-stickje mee kunnen krijgen en die aan de werkgever kunnen aanbieden om te zeggen, nou, weet je wat, dit is mijn diploma, controleer het maar. En de werkgever die kan dan achteraf controleren, is dit een diploma die uitgegeven is door HBO Drechtsteden, want dat is een belangrijk aspect. Is er niet iets veranderd? Dat is ook een belangrijk aspect. Is deze student wel echt cum laude afgestudeerd bijvoorbeeld? Waardoor je dus als werkgever veel sneller kan controleren, heeft deze persoon wel echt gedaan wat hij zegt dat hij gedaan heeft. Ja, zien een technologie die de oplossing kan bieden, maar hoe hebben jullie dat dan vertaald naar iets tastbaars? Hoe combineer je die twee? Ja, dat vinden wij ook een ontzettend leuke aspect van de business. En we zijn begonnen met een Rembrandt ads vastleggen. Dus dan wordt er echt het certificaat wordt vastgelegd. En dan kun je dus controleren met die ads naast je, is dit wel de echte ads? Zijn we een stap verder gegaan en hebben gezegd, nou, die horloges, die vinden we stiekem ook wel erg gaaf. Dan kan je met VID kan je al controleren, is dit echt het certificaat wel echt? Is dat wel uitgegeven door die specialist of door Rolex? Hè? Dat zou helemaal mooi zijn. En dan kan je daarbij die horloge ernaast houden. En dan weet je dus zeker, met het certificaat kan je het vergelijken, is het horloge wel echt? En dat doen wij met onze service. Wij leggen dus vast dat een document bestaan heeft op een bepaald moment, zodat we achteraf altijd kunnen aantonen, die is nog echt, want we kunnen dat controleren met die eerdere versie die vastgelegd is.